Een mooie boot, de Kabouter. En daar ligt voor molen de Palmboom. Kunstenaar Olaf Mooi. Wat heeft het een en ander met elkaar te maken, meneer Mooi? Het schip, dat is een gastatelier. Daar kunnen kunstenaars werken. Ik ben dus hier een maand lang aan het werk. Maar ondertussen heb ik al een tentoonstelling ingericht. Het idee is een beetje van dat dit oude schip, wat dus vroeger graan vervoerde. Er is een gedeelte van het ruim leeggeruimd. En daar is dus ruimte voor een kunstenaar. En het andere gedeelte van het ruim is nog steeds bruikbaar voor het graanvervoer. En dat willen ze ook gaan doen met het schip. Willen ze ook een keer varen en dan graan hierheen brengen voor te malen. Maar goed, het is uw atelier. Is het de bedoeling dat u er dagelijks gaat werken? Wat is het plan? Ja, het plan is dat ik af en toe hier werk, want ik ben een Rotterdamse kunstenaar. Dus voor mij is het niet zo per se dat ik hier echt een maand ga zitten. Maar ik ga hier regelmatig werken. Ik ben altijd aanwezig op 3 dagen, zodat de mensen in ieder geval de tentoonstelling kunnen zien. En de rest van de tijd ben ik een beetje aan het lummelen in en rond de boot. Wat voor soort kunst maakt u? Ja, ik maak kunstwerken die gaan over dat de auto misschien wel een levend wezen zou kunnen zijn. Dat hij geboren wordt en dat hij sterft. Hij komt waarschijnlijk uit de ei. En dat is dus te zien in deze tentoonstelling. Ja. Hoe uniek is het voor een kunstenaar om een werkplaats op een schip te hebben? Ja, voor mij is het de eerste keer. Ik ben inmiddels 62, dus het is wel vrij uniek. Hoe lang gaat het hele project duren? Ja, 1 maand, de maand september. En daarna gaat u weer terug naar het eigen atelier? Ja, dan ga ik gewoon weer terug naar mijn eigen atelier. Dan krijgen we hier een winterstop, dan wordt het schip geschilderd. En dan in het voorjaar beginnen er weer nieuwe gastateliers en dan komen er weer andere mensen. Er zijn de mensen die zeggen, nou, dan willen we wel eens binnenkijken. Hoe gaat dat werken? Ja, dat zou je eigenlijk even aan Hugo moeten vragen, de man van achter dit, de organisatie. Ja. Maar het is niet de bedoeling dat mensen de hele dag binnenkomen lopen? In mijn geval mag het wel. Ja, omdat het gewoon toch een tentoonstelling is die ingericht is en ik een beetje kleine dingetjes aan het maken ben. Toch even die coronavraag. Hoe veilig is het binnen? Nou, als je alleen binnen bent is het heel veilig. Als je met z'n 2 binnen bent en je kent iemand heel goed, je partner, dan is het ook veilig. De mensen die naar binnen gaan moeten gewoon 1,5 meter afstand houden.